Joodse. Ja. Ja, het is een eer en een genoegen om dit soort theater op locatie als gelegenheidsgever te ontvangen op ons bedrijf. Ons bedrijf is Reina Heert. Samen met Reina, mijn vrouw, hebben we hier een bedrijf wat in een hele hectische en eigenlijk ook hevige historie heeft. Jeroen heeft net verteld dat we op basis van de ideeën van Sikkel Mansholt begonnen zijn met een kolchoze avant la lettre in Finsterwolde. Met liberale boeren aan de ene kant proberen een samenwerkingsvorm op te pakken die paste in de tijd dat zeg maar het adagium was: het platteland moet economische sterke sectoren hebben om de armoede uit het platteland te slaan. Dat hebben we hier vormgegeven. Uiteindelijk is het bij Sikkel Mansholt in een soort van turn over naar de ecologische verantwoordelijkheid gegaan. Eerst heb je je economische sterkte en daarna moet je je ecologische verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben wij hier op dit bedrijf ook gedaan. We hebben eerst 600 koeien gemolken. We melken nu nog een 170. En we zijn vanaf 1994 tot 1998 hebben het hele bedrijf omgeschakeld naar biologisch. Nou, dat doen we in de setting hier in Finsterwolde, in de maatschap. En we hebben 120 hectare land en 80 hectare buitendijkse kwelders die we onder de voet hebben. Niet onder de ploeg, want we hebben alleen maar grasland. Terug naar dit stuk. En ik moet zeggen dat op het moment dat je weer de flashback hebt naar Monde Clausier, heb ik dat meegemaakt als politicus. We zaten in de coalitie. Waarbij de minister van Landbouw, Laurens Jan Brinkhorst, de scepter zwaaide daarover. Ik heb dat meegemaakt als boer, omdat ik naast mijn politieke beslommeringen het boerenbedrijf operationeel hield met mensen die dag en door het werk deden. Maar ik heb het natuurlijk ook als burger heb ik het meegemaakt. En die werelden die komen weer samen in het theaterstuk zoals dat zich nu hier ontrold heeft en eigenlijk van locatie naar locatie weer de emoties oproept van de dilemma's. Duivelse dilemma's waarin je aan de ene kant de individuele verantwoordelijkheid en de individuele emotie voelt en proeft en ook uitgesproken en uitgeschreven in het script zoals het zich hier ontrold heeft vanavond. En het collectief wat geconfronteerd werd met, met een militaire operatie om de enorme besmettelijke veeziekte, de Monde Clausier, om die de pas af te snijden. Draaiboeken werden uit de kast gehaald en een nietsontziende dodingsmachine trok over het platteland in de delen die op slot gezet werden vanwege de Monde Clausier. De emoties die ook hier de ene wereld manifest getoond kregen en aan de andere kant het collectief van rationalisatie en overlevingsdrang. En als je zeg maar door de tijd heen kijkt naar de inrichting van de hele voedselproductie, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in andere delen van de wereld, dan is het zo dat we in de vorm van een rationele bedrijfsvoering en ook een nietsontziende spoor van, ik wil niet zeggen van vernielingen, maar een spoor achterlaten waarbij de ecologische voetafdruk tot in jaren zichtbaar zal zijn. En het keerpunt wat ook in dit toneelstuk zeg maar heel nadrukkelijk naar voren komt op basis van de gesprekken die ook de scriptschrijver Thier Bisschop heeft opgepikt, is dat je aan de ene kant dus die rationele kant hebt en aan de andere kant die emotionele kant. En hoe ga je daarmee om? En ik moet zeggen, als je naar die hele voedselproductiesystemen kijkt, dan komt het mij voor dat we een aantal grenzen van het betamelijke overschreden hebben. Dat dat gecorrigeerd moet worden.
We zien het bij de actualiteit. Het is toch onvoorstelbaar dat een voedselveiligheidsthema er nu zo actueel is dat we miljoenen kippen over de kling jagen. Dat we in een systeem terechtgekomen zijn waarbij het dilemma van, laten we zeggen, de voedselveiligheid en de economische rationaliteit elkaar weer tegenkwamen in een conflict situatie. En ik denk dat lessons learned en het moment om ook middels dit toneelstuk wat door Nederland gaat trekken en ook de emoties weer gaat oproepen, dat je op zijn minst je moet realiseren, niet alleen als consument, maar ook als burger en ook als voedselproducent, dat je rekenschap aflegt over datgene wat je doet. En iedere boer die doet dat op zijn individuele manier, maar het collectief heeft ook een verantwoordelijkheid. En dat collectief is niet alleen de politiek, maar dat zijn ook de sectoren en dat zijn ook maatschappelijke organisaties. En ik moet zeggen, het verdriet mij soms zeer dat burgers zeer begaan zijn met van alles en nog wat, maar op het moment dat de burger in zijn verschijningsvorm een consument wordt, dat de verwachting dat het voedselaanbod schier oneindig is, dat de grenzen ook van het betamelijke tart. Een burger die zich zorgen maakt en concerns heeft over dierenwelzijn, over het milieu, over de natuur, en als consument vaak voorbij gaat op het moment dat de kar in de supermarkt geladen moet worden. En een van de lessons learned is van bedenk wel heel wel wat je zelf kunt doen om een steen bij te dragen aan een betere wereld. Het collectief zal altijd conflicteren met de individuele posities. En het individuele positie waarbij de emoties theatraal op een fantastische manier en een filosofische beschrijving heeft meegekregen, staat ver af van datgene wat je als collectief mogelijkerwijs in moet zetten. En middels de Mondeklauzeerbestrijding en nu middels de bestrijding van ook Q-koorts, ook de varkenspest, ook de kippengriep, dat die collectieve reactie van het inzetten van dodingsmachinerieën, dat eigenlijk niet meer kan in deze wereld. En ik zeg niks over de intensivering van de landbouw, maar ik roep in een moreel appel op om samen als boeren, burgers en buitenlui die werelden aan elkaar te knopen. En ik zou zeggen, moedig voorwaarts met de bajonetten omhoog en ik roep u op om mee te strijden. Ik dank u wel.